archeologie gecombineerd met de nieuwste technologie. Geweldig. Wie ze maandag wilde zien vliegen, kon terecht bij de oudste weg van Alkmaar, de Munnikeweg. Een flinke drone met aan boord de modernste apparatuur was daar op zoek naar vroeger. En met de drones gaan we eigenlijk op zoek naar de middeleeuwse geschiedenis van de Oudorper Polder. En dat doen we door verschillende sensoren die onder de drones hangen, die eigenlijk een soort 3D-model van de polder maken. En met verschillende camera's verklappen over wat er in de ondergrond zit. Met die thermische camera registreren we dus warmteverschillen, bijvoorbeeld van stenen muren die zich onder de grond bevinden. Als die warm genoeg zijn en omdat steen langer warmte vasthoudt dan de gemiddelde kleibodem, ook vervolgens die warmteverschillen zichtbaar zijn, omdat we die dan op die sensor vastleggen. Nou ja, ik vind dit een prachtig onderzoek. Er wordt weer eens wat nieuws bedacht om te zien wat of er onder de grond schuilt en of de historie nog meer te vertellen heeft als wat we al weten. Nou, we weten best het een en ander van de twee kasteelterreinen. Dus de Nieuwburg aan de ene kant en de Middelburg aan de andere kant. Maar eigenlijk weten we heel weinig over het terrein ertussen. Er moet een weg heen gelopen zijn. En we proberen ook eigenlijk met dit onderzoek die weg in kaart te kunnen brengen. Wie de hele dag een drone ziet rondhangen, wordt vanzelf nieuwsgierig. Dus werd er ook een uurtje ingelast voor de buurtbewoners. Het lijkt me heel interessant om te weten of er nog meer te ontdekken is. Want het is toch bijzonder om hier in de Oudorper Polder dit te kunnen zien. Nu zijn we bezig met een normale camera. Om ook een hele gedetailleerde luchtfoto te maken. En ik woon aan de Munnikeweg, dus ja, dan vind je het altijd interessant als er bij de buren iets gebeurt.